Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 2, aflevering 12 in seizoen 2. Heb jij aflevering 11 in Bahrein gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien? Druk dan op het i'tje, want dan zie je die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Ik heb net even gecheckt, we hebben 71 abonnees. Super! 2 abonnees erbij. Wie had dat gedacht? Dus laten pushen naar die 75 abonnees. Dus ben je nieuw? Abonneer dan voor meer. Schakel ook gelijk een belletje op aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. En ja, dan gaan we nu lekker door voor de kwalificatie in Vietnam. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie van Vietnam. Een ingewikkeld circuit om gewoon op te rijden. Soms neem ik die bochten wat te scherp en soms neem ik gewoon een bocht helemaal niet. Maar goed, we moeten kijken wat het gaat worden. DRS geopend, op naar bocht 1, een hele krappe chicane. We missen gelijk de apex, schieten hier gewoon door. Dan krijgen wij een soort van rotonde-achtige bocht en die missen wij compleet. Dus we snijden daar een bocht af. Gelukkig krijgen we er alleen een waarschuwing voor, maar dat wil erger kunnen zijn. Komen we over start-finish en het is een P8. Met een 1.38.2. Dat is inmiddels een P19. En als het zo eindigt, gaan wij niet door naar Q2. Russell achter ons. We hebben onze teamgenoot wel in de tang. Want in Bahrein verloren wij van een 1-0 bij de kwalificatieduel. Ziet hier weer te wijd. Weer een waarschuwing voor de bochtafsnijding. Russell verbetert zich. Wij dus nu op P21. Q1 zit erop. En het is een P16. En dat betekent dat wij door zijn naar Q2. Goed gedaan, we hadden gewoon geluk. Maar ja, dat is het nou. Gaan we hier proberen om een goede exit te krijgen uit die laatste bocht. DRS hier geopend. Er zijn nog 2 minuten te gaan in de kwalificatie. We moeten een goed rundje hebben of anders is het game over voor ons. We schieten hier gewoon weer door. Ik kan die eerste bocht totaal niet goed nemen. Komen we aan bij deze bocht, nemen we ook gewoon niet goed. 2 waarschuwingen voor het bocht afsnijden. Gelukkig is het maar een waarschuwing, maar het had ook sowieso een penalty kunnen opleveren. Over start-finish en het is een P15. Oeh, een P15. Dat is niet goed. Kwalificatie van Q2 zit erop. En we kunnen misschien nog ons gaan verbeteren. Dus wat ik heb besloten is gewoon, ja. Ja, trouwens, dat heeft toch geen nut. Laat maar. We gaan ons niet verbeteren. We starten dus denk ik vanaf P15. We gaan na dit rondje gewoon naar binnen. Dat bevestig ik nu. We hebben Stroll wel naast ons. En dan doe ik iets hier gewoon iets heel doms. Ik ga gewoon voor een gat wat er niet is. Stroll rijdt gewoon tegen ons aan. What the fuck krijgen we nu? Gebruik je spiegels, stomme Canadees. Ik denk dat hij daar een gridstraf voor krijgt. Ja, we zijn dus niet door. Stroll trouwens ook niet door. P15. En Stroll heeft een 5 plekken straf gekregen. Dus wij starten vanaf P14. Oké. Nou, een gratis positie. Mooi. Ik vind het helemaal goed. En dan gaan we het gewoon lekker opmaken voor de wedstrijd in Vietnam voor Career aflevering 12. Welcome along to the Vietnamese capital of Hanoi, a vibrant city built on the banks of the magnificent Red River.
Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, with a circuit specifically designed to encourage overtaking opportunities. I think we could be in for a cracking race today. It's a track that combines the bespoke design of a traditional race circuit with the tight, close barriers of a street track that our drivers race on today. 23 corners and a total distance of 3.4 miles. Watch out in particular for overtaking into the braking zone at turn 11. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now, I want to talk to you about Carlos Sainz. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed, they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Albon, Sergio Perez, and Vettel, Leclerc, Ocon, Norris, and Pierre Gasly, Ricciardo, the Professor, Antonio Giovinazzi, and Stroll. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Russell, Sainz, Romain Grosjean, and Kimi Raikkonen, Magnussen, Latifi, De Vries, and Daniel Kvyat completes the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix. Daar zijn we dan op de grid aanwezig in Vietnam. Medium, soft. Soft is de geselecteerde strategie, alleen die gaan we gewoon aanpassen naar een eenstopper. Hard, soft. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van Vietnam. Career aflevering 12. We starten vanaf P12. Hoe toevallig is dat? De lampen zijn aan voor de grote prijs van Vietnam. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen... gewoon normaal weg. Gasly is slecht weg. Norris blokkeert Pierre Gasly. Wij kijken hier aan de binnenkant van de Fransman. Het is hier heel krapjes. We tikken Gasly aan. Hebben een momentje overstuur. En rijden hier wijd. We kunnen wel aandringen bij Lance Stroll. Maar niet een aanval wagen helaas. Jammer. Maar het is de realiteit. P14. Oké, verlopen start. Carlos Sainz zit ook te kijken bij ons. En is hier in één keer een ontstopping aan het worden, want iedereen rijdt gewoon langzaam bij die bocht. We zijn slecht weg en raken zelfs de curbstones / de muur. We gooien onze overtakeknop aan om te kunnen verdedigen van Carlos Sainz. Alleen die gaat hier ons denk ik gewoon voorbij. Maar wij blokkeren hem. Nou, Sainz. En kijk hier niet aan de binnenkant. En wij behouden nog steeds die P14. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Dat kan vanwege die ontstopping zijn. Die daar is plaatsgevonden. Geen regen verwacht. Mooi. Ronde nummer 2 dan. En Carlos Sainz zit te kijken voor een aanval. Kijkt naar de binnenkant. We remmen wat later dan de Spanjaard. Hij raakt net niet onze auto, maar wij verdedigen ontzettend hard. Hebben een momentje overstuur op die curbstone. En het gat naar Stroll wordt alleen maar groter en groter. 1,2 seconden, 1,3 seconden, 1,4 seconden, 1,5 seconden, enzovoort, enzovoort. Sainz keek daar voor een aanval, maar hij kon dat niet plaatsen. Dan heeft hij wel genoeg snelheid? Vraagteken, nee. Wij blokkeren wel onze rechter voorband. Daardoor verpesten wij hier onze exit bij die bocht. En kan Sainz denk ik gewoon zometeen ons gewoon lekker voorbij gaan. Nou, ik weet wel, in seizoen 3 komt dit circuit niet meer terug. Dat sowieso, want dit vind ik gewoon een heel irritant circuit om op te rijden. Dan heb ik liever Monaco. Sorry, Barcelona. Geen Monaco, terwijl Russell ons voorbij is gevlogen. P16 op dit moment twee plekken verloren binnen een paar meters tijd. Jammer, maar het is niet anders. Ronde nummer 3 inmiddels. En we hebben hier DRS van George Russell. Kijken naar de binnenkant, maar schieten hierdoor.
Russell kan niet terugkomen, want Raikkonen heeft zijn plek ingenomen. P16 voor de Alfa Romeo coureur. En wij rijden op een P15 rond. Achter ons, Fiat en Russell hebben het dan met elkaar aan de stok. Dat gebeurt dus achter ons. Dus die twee gaan elkaar ophouden, denk ik. En Kvyat en Raikkonen zijn ons gewoon gepasseerd. Nu rijdt alleen nog George Russell achter ons. Rood in sector 1, 1,4 seconden langzamer. Dat is heel pijnlijk. Volg mij ook trouwens even op Instagram, Twitter en Facebook. Op Instagram kan je vooral updates verwachten van video's en wanneer die video's online staan. Dus dat is mooi meegenomen. P17 nog steeds in ronde nummer 5. We hebben lichte voorvleugelschade. Jezus Kvyat, wat rem jij daar ontzettend, hoe noem je het nou? Langzaam. Precies. En Russell kijkt hier naar die binnenkant. Wij verpesten daardoor gewoon onze exit. Sorry. Ja, het is George Russell. Ik dacht dat het Giovinazzi was, maar het is George Russell. En Grosjean kijkt gewoon mee. We remmen wat later dan de Fransman. En P18 is gewoon van ons. We rijden gewoon in de achterhoede. En Russell knijpt hier ons gewoon af. Laat geen ruimte over voor zijn teamgenoot. Dat ben ik dus. Ik weet niet wat George daar deed. Maar hij moet beter in zijn spiegels kijken. Die zijn er niet voor niets op de auto gemonteerd. Grosjean rijdt ons gewoon voorbij. Het is gewoon kinderspel. Daar komt ook Kevin Magnussen ons voorbij. Die gaat Grosjean aanvallen. Wat doet Magnussen daar in één keer? Snijdt gewoon naar rechts toe. Die twee hebben het met elkaar aan de stok. Net niet Grosjean geraakt. Ik denk we kunnen aanvallen. Omdat die twee zo hard met elkaar aan de knokken zijn. Maar dat lukt helaas niet. Jeff, hou je mond alsjeblieft. Hou je mond. Ik weet wat ik doe. Hou jij gewoon je mond. Laat mij. Watch the aggression please. Wat is dit nou weer voor onzin? Ik doe gewoon normaal, maar Magnussen en Grosjean doen gewoon wild. Hé, dat is toch niet mijn probleem? Vraagteken. Terug naar de wedstrijd. P20 nog steeds. Kimi Räikkönen. Ja, is hier dan de volgende? Nee, want we kunnen niet kijken. Hier dan wel naar die binnenkant toe. En P19 is van ons in ronde nummer 8. Nog 20 ronden te gaan. Maar ik denk dat Räikkönen gewoon terug kan kijken hoor, met zijn DRS en dit oh zo lange rechte stuk. Räikkönen kijkt naar de buitenkant. Heeft een voorvleugelschade zie ik. En de pitwindow is open, interessant. We gaan naar de medium band bij onze volgende pitstop. Maar dat duurt nog een poosje. Je bedoelt 1,9 seconden, Jeff. 1,8 inmiddels. Geen 2 seconden. Dus hebben een aantal jongens naar binnen gedoken, zie ik. Grosjean is binnen. Een Racing Point is binnen. Sainz is binnen. Perez is dus binnen. Dat is die Racing Point. En dat waren ze. Russell ook binnen? Nee. En Sainz komt gewoon voor ons de baan op. P18 gewoon op dit moment. Jammer, maar helaas. Het is de realiteit waar we staan. Ronde nummer 11. Lewis Hamilton uitgevallen. De Brit is uitgevallen. Een nul score voor Lewis die de wedstrijd in Bahrein gewoon nog won. En volgens mij, denk ik, leidt Max Verstappen de wedstrijd. Dus is het karma voor Lewis. Want Max viel in Bahrein uit. Toen won Lewis hem. Nu valt Lewis uit en leidt Verstappen de wedstrijd. Russell naar binnen voor zijn pitstop. Gaat
denk ik, naar de softbanden. Hij rijdt in de ronde nummer 12 de pit binnen. Startte op de medium band. En wij rijden gewoon nog steeds lekker door op die harde banden. Wat ons denk ik wel pijn gaat doen. Dus ik wil zo snel mogelijk naar die softbanden gaan. Danny Kvyat zit achter ons op een verse set soft, gaat ons gewoon inhalen. Het is kinderspel voor de Rus, de torpedo wordt hij ook wel genoemd, door Sebastian Vettel. En we moeten gewoon in het spoor blijven van de Rus, alleen dat gaat gewoon heel lastig worden. Momentje overstuur op die curbstone, het schiet allemaal niet op. En Magnussen zit maar op 7,5 seconden van ons vandaan. Sorry, 7,5 seconden, 7,3 inmiddels. DRS wel geopend, alleen dat heeft gewoon helemaal geen nut. Kijk dan gewoon. Kvyat rijdt gewoon van ons weg. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. En Jeff zegt, ja, pas nou op jongen. Als je te veel corner cut, ja, dan kan je een penalty krijgen. We hebben onze voorvleugel beschadigd, zie ik. Jammer, dat wordt dus een lange pitstop. Ai. Het goede nieuws is, er zijn nog 12 ronden te gaan. Hey, er komt een eind aan. Mooi, ben ik even blij. We komen achter Latifi terecht, denk ik. Want Hamilton valt uit. Is trouwens uitgevallen. Kom op. 8,9. En Latifi rijdt ons voorbij. Een pitstop van 39,5 seconden geduurd. Oef, dat is lang. Een tweestopper. Want Jeff zegt, ja jongen, je hebt nog maar één stop te gaan. Maar ik denk, Jeff, ik ga niet naar binnen. Waarom zou ik naar binnen gaan als ik op een medium band rijd? Deze mediums kunnen gerust nog 12 ronden lang door. We moeten nu het gat naar Nicolas Latifi zien te dichten. Daar aan die binnenkant kijken van de Canadees. Want we hebben Grosjean ook al gepasseerd. Want hij is naar binnen gedoken voor zijn laatste pitstop. Rijdt op de medium band, net als ik. Er zijn nog 10 ronden te gaan. Yippie-ka-yay, wat is dat leuk. 5,1 seconde is het naar Nick de Vries. Maar ik denk dat hij zometeen ook naar binnen moet. Dus weer een gratis positie voor ons. Kimi Räikkönen duikt naar binnen. En de Vries rijdt gewoon door, denk ik. Ja, de Vries rijdt door op die softbanden. Magnussen ook naar binnen, zie ik. En Räikkönen naar de medium compound. En Magnussen is gewoon weer voor ons op de baan terechtgekomen. De pitwindow is open, we gaan naar de soft, zegt de strategie. We gaan niet naar de soft, we gaan niet naar binnen. We rijden gewoon lekker door. Hey, daar heb je George Russell. Goeiedag George, leuke wedstrijd tot nu toe. Nee dus. Ja, sorry, meer kan ik niet over zeggen. Het is gewoon een saaie wedstrijd. We zijn gewoon niet goed op dit circuit. Ik heb dus denk ik ook besloten. Deze baan doe ik dus ook nooit meer in de kalender. Sowieso niet. Echt helemaal niet. Dan maar liever Japan. Zoiets. Of Singapore. Dat is ook zo'n circuit. Ook smal. Muren komen echt op je af. En daar is een foutje ook. Ja. Fataal. Zo noem ik het eventjes. En hier is dat ook. Daar zit trouwens Romain Grosjean. Naar de buitenkant. Easy peasy. Voor de Fransman. Jezus Christus, wat is dit een saaie wedstrijd. Ja, sorry, maar meer kan ik gewoon niet van maken. Volg me trouwens ook even op de sociale media. Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ja, waarom niet? Het zou leuk zijn. Terwijl we Grosjean weer hier mooi passeren voor P17. In ronde nummer 21. Maar Grosjean valt hier denk ik gewoon weer terug aan op ons, heeft DRS, heeft overtake, heeft de snellere auto en rijdt er gewoon voorbij. Jammer dat dat zo is. We tikken hem wel heel lichtjes aan, want hij remde daar wat eerder dan normaal.
Maar goed, P18. We hebben wel moeite met de bochten, dat zie ik gewoon. In ronde nummer 22 inmiddels, we zetten groen in sector 1. Goed om te zien. Grosjean dwingt ons op de curbstones. Maar daardoor hebben wij wel DRS van de Fransman. Overtakeknop ingeschakeld, rich mix ingeschakeld. En we gaan er denk ik gewoon voorbij. Denk ik dan, hè. Kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt niet. Nee, wel de muur geraakt. En hier dan diep inremmen bij de Fransman. Hij moet van zijn gas, want wij duwen hem daar wijd. En P17 is van ons. Waaruit George Russell? Goeie vraag. P16 dus. Raikkonen gaat ons voorbij. Wow, Jeff, wow. Even één ding tegelijkertijd, jongen. Je zei twee dingen tegelijkertijd. Ik werd even helemaal gek. Wat wou je ook weer zeggen? P18. Raikkonen is ahead of you. They're on old mediums. Grosjean is behind you. The gap behind us is 1.6. Oké, dankjewel, Jeff. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs. Best wel een saaie wedstrijd, zo moet ik gewoon eerlijk toezeggen. Toegeven ook. We waren gewoon niet snel. We hadden heel veel moeite met de baan. Ja, want ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik kan gewoon niet rijden op dit circuit. Zo simpel is het, want Grosjean zit gewoon nog te kijken voor een aanval. Max Verstappen wint gewoon de wedstrijd. Dat is zijn eerste. Bottas zet de snelste tijd in met een 1.38.3. Hij werd ook een snelste racehonderdpunt. Dus een extra WK-punt. Romain Grosjean kan gewoon nog P18 van ons afpakken, hè. Oei, 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 oei. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan gewoon verdedigen als een gek. Weer onze voorvleugel beschadigd aan die stomme muren van Vietnam. Bruh. Ja, gewoon bruh. Dat is. Grosjean kijkt. Maar doet niks. Auw, hij tikt ons wel aan. Wat doet die Fransman? Zet hem hier naar die buitenkant. Wij raken zijn sidepod. Overtakeknop ingeschakeld. Remmen hier weer laat. En dat betekent dus dat we op P18 gaan finishen. Wat een pijnlijke wedstrijd is dit dan. We konden er niet veel meer iets van maken. Helaas, helaas, helaas. Wel een pluspunt. Russell verslaat ons. Dat is goed. Maar ja, helaas, P18. Op naar Nederland voor onze thuiswedstrijd. En dan gaan we eigenlijk kijken of we daar wat beters kunnen doen dan dit. For the team from Milton Keynes then, after a quality performance. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy and to stay out of trouble. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. So this
Max Verstappen wint de wedstrijd. Valtteri Bottas na P2 pakte het regelpunt af van Verstappen. Albon na P3. Twee Red Bulls op het podium. Perez naar P4. Hij is trouwens bevestigd als coureur voor Red Bull Racing voor volgend jaar. Leuk, vervangt Albon. Albon is namelijk reserve coureur. Pijnlijk voor de Britse tij. Goed voor Perez. Maar goed, Leclerc 5, Ocon 6, Vettel 7, Gasly 8, Stroll 9, Norris op P10. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. En wij dus gewoon niet naar de punten. Dat is gewoon ontzettend jammer. Ik had hier wel gehoopt te kunnen scoren, maar dat bleek dus niet het geval. Wat leuk. Een research and development onderdeel is gefaald. Het kan gewoon nog slechter. Echt serieus, het kan gewoon nog slechter. Ai. Maar goed, ik denk dat ik die video ga afronden, mensen. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie toch genoten hebben, ondanks de saaie wedstrijd. Excuses daarvoor. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer. Ja, wat kan je van mij verwachten? Wekelijkse F1 2020 My Team content. Volg me ook op de sociale media. Mijn gebruikers zijn in de beschrijving. Twitter, Instagram en Facebook. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Nederland.